David, afgelopen vrijdag verloren van FC Den Bosch, was terechte uitslag? Nee, zeker niet. Ik denk dat al die mensen de wedstrijd hebben gezien. Hebben ze een team gezien van onze kant. Een team dat daar naartoe is gegaan. Niet om voor een gelijkspel, maar puur voor de winst. Als je ziet dat Den Bosch echt moeite mee gaat met onze spellen verdedigend. We zetten ze druk. We lieten ze niet opbouwen. Ze gaven alleen maar lange bal. Eigenlijk ze creëren geen kans op basis van opbouw van achteruit. Daarentegen gaan ze ook moeite met onze opbouw. Want we konden iedere keer de vrije man vinden. En daarnaast, ik denk dat de kans die we hebben gecreëerd, waren voetballende kansen. Niet op basis van een toeval, maar echt van opbouwende kansen. En die kansen die we creëerden waren meer in Den Bosch. Jammer genoeg, die kans die we hebben gecreëerd, hebben we ze niet benut. Dat is echt het groot verschil, want daarentegen Den Bosch, die kans die zij kregen, eigenlijk een voorzet die bedoeld was, want de speler zei dat het wel bedoeld was, maar ik kan me niet voorstellen, maar goed. En dan was de tweede goal kwam door onszelf, want een verkeerd teruggespeelbal. En ze pakte de bal af en ze scoorde 2-1. En de laatste goal, dat is inherent aan het. Op dat moment gingen we alles of niks spelen. Of we scoren 2-2, of zij scoren de 3-1. En dat was de laatste. Maar ik denk dat het zeer onverdiend. Maar dit zijn de wedstrijden die wij ook. Toen wij de eerste 5 wedstrijden hebben verloren, hadden we ook dit soort wedstrijden die we echt onterecht en onverdiend hebben verloren. En vorige week was ook het geval. Morgen treffen we in Topos weer een Brabantse tegenstander. Hoe gaan we de wedstrijd in? Nou, ik vind ze een goed team hebben. Ze spelen wel met een wijkersysteem. 5 verdedigers achterin, 5 middenvelders en 2 spitsen. En je ziet dat ze heel goed doen. Ze hebben goede resultaten gehaald, zeker uit. Als je weet nog Twente en NEC, NEC. Dus het is een lastige ploeg, want als ze verdedigen ze met 5 man. Maar als ze aanvallen, hebben ze nog genoeg mensen en genoeg kwaliteit om te scoren. Nou, ik denk dat het voor morgen een heel lastige wedstrijd wordt. Maar ik denk dat tegen al die teams die tot nu toe hebben gespeeld, hebben we altijd kansen gecreëerd en gehad. Ik denk dat morgen ook die kansen die wij... ik hoop dat de kans die wij morgen gaan krijgen, dat ze ook gelijk benutten. En dan hebben wij een heel andere beeld van de FC Eindhoven. Maar ik denk dat... Als je alle wedstrijden bekijkt, ik denk dat we tegen geen eigenlijk team echt de mindere zijn geweest. Dus ik hoop dat we ons niveau morgen weer halen en hopelijk dit keer 3 punten wegnemen. Toch speelde dinsdag nog voor de beker. Is het nog een voordeel voor FC Eindhoven? Nou ja, het kan wel een voordeel zijn, maar het kan ook een nadeel zijn. Het nadeel is dat ze wel een speler een rode kaart hebben gekregen. Het nadeel is dat je uiteraard, het is de voorbereiding voor deze wedstrijd voor hun is iets anders geweest. Je voelt wel de wedstrijd in je benen. En een voordeel voor hun is kan ook zijn dat ze denken, we hebben verloren, even wakker worden, want je moet toch weer aan de bak. Dus maar kijk, dit is heel erg lastig om echt precies aan te geven welke kant erop gaat. Maar we moeten om puur voor onszelf ook kijken. Hè. We gaan daarheen ook weer met dezelfde instelling in beleving, veel strijd, maar ook met goed voetbal. Want iedereen heeft het over onze strijd, dat is heel goed. De beleving is ook heel goed. Maar men vergeet ook dat we echt goede voetballers hebben en dat we echt een team hebben die ook een team dat ook kansen gecreëerd op basis van de voetballende momenten. Bij FC Eindhoven zijn 2 verdedigers geschorst. Hoe gaan we dit opvangen? Nou ja, het is niet anders. Kijk, we hebben 2 jongens die al 5 gele kaarten hebben gepakt. Maar dat is ook inherent ook aan de manier hoe wij spelen. Heel veel fysieke kracht, heel veel duels. Ja, dan krijg je meer kaarten. Maar morgen, ja, we zullen ze zeker missen. Ja, want ze zijn goede spelers, vaste krachten ook. Maar ik weet het zeker dat die andere 2 jongens die morgen gaan spelen in hun posities, dat ze echt ook heel goed gaan doen. Want dat is iets kenmerken van dit team. Dat op het moment dat iemand invalt, dat hij echt maximaal eruit haalt.